Here we go! Ik dacht, we hebben alsnog een loading screen, omdat de vorige keer intro was van Pokémon Legends Arceus. Maar volgens mij is er helemaal geen intro screen of loading screen of trailer op voorhand. Geweldig, jullie weer te zien team. Seuren hier met vandaag aflevering nummer 2 van Pokémon Legends Arceus. Tot op heden hebben we 30 minuten gespeeld. Zou ik zeggen dat het een veelbelovend spel is. Het is groot, het is uitgebreid, het is gedetailleerd. Het ziet er tof uit. He, nieuwe Pokémon ook wel. Dus ik ben benieuwd wat het nog meer in petto zal hebben. En dan gaan we vandaag naar kijken. We hebben gisteren, zijn we uit de lucht gevallen letterlijk. We hebben een paar Pokémon gevangen. En professor Leventon was zo onder de indruk van ons dat hij besloot om ons toe te laten tot een team en ze verzorgen met bedden, eten, etc. In de ruil voor missie om Pokémon te vangen voor de Pokédex. Is dat een leed? Better than to into your futon and go to sleep. Nou, hartstikke fijn. Dit was de aflevering. Ik zie je bij de volgende. Nee hoor, geintje. Oké, wij werden. Dit is misschien wel tof. Dit is misschien wel tof. Kijk, dat bedoel ik. Wat is dit? Pidoof en Piperl. Stomme dingen. Weer een mysterieus. Ho, wat is dat dan? Is dat dan die dinges, die Cleavor? Die we ook in de trailer hebben gezien? The next day. Ja hoor, het is toch een beetje Pokémon Mystery Dungeon, mensen. Het is toch een beetje Pokémon Mystery Dungeon. Want The next day is ook wat ze bij Pokémon Mystery Dungeon zeiden. Good morning, Soren. Are you up? Quite some lightning last night, wasn't it? Ik was aan het slapen. Today's the day of your trial. So let's give it our all. Gaan we dan meteen Cleavor battelen? Dat zou wat zijn, zeg. Oh. In an unfamiliar land. Go to Team Telechi headquarters to hear about the trial from Captain Silene. Je moet even inkomen, Silene. Toen werd het zwart voor onze ogen. Kijk, daar is Akari. We zien er nog steeds niet uit. We moeten echt een keer een upgrade krijgen. What lovely weather you've got. I hope you had a nice sleep. Even if this land is strange and new to you. Let's get to headquarters. Captain Silene is waiting. Waarom moesten ze nou per se die naam kiezen? Waarom? God zie ik hier. Het is ongelooflijk. Maar ja, maakt niet uit. Silene. Daar moeten we heen. Ja, mensen praten. Ik weet niet of ik dat nou echt. Dat ga ik er ongetwijfeld wel een keertje doen. Maar moet er even van nadenken. Commander Kamado is fantastically strong. Rumor has it he once sent a Pokémon flying with one of those sumo throws he's so proud of. Oké, interessant. Nou, maar de open wereld is tof. Hè? Er is echt heel veel te zien en te doen. Maar hoe we dat nog even gaan uitspelen is nog even de vraag. Ik wil in principe wel iedereen en alles nagaan en lopen. Dus ik denk dat misschien een soort van cut-do of timelapse, noem maar op. The Survey Corps offices are here on the first floor. Don't give up. Keep those eyes open. Pazel, zegt Pazel. Ik weet niet wie dat is, maar the wild Pokémon, they were everywhere. Attacking from all sides. I sent up a partner Pokémon, but against a whole pack, outnumbered. This is what happens when you go so far afield. But the medical corps will put you to rights. Dat klinkt als een Pokémon Center. That man with the security corps, and even with his own partner, he took a beating from wild Pokémon. Without a partner Pokémon of your own, you might find this trial particularly trying. Dit eigenlijk zegt zij nu van joh, tenminste we worden van mij een beetje opgewarmd om nu een starter Pokémon te kiezen. Captain Silene. Soren is hier. You may enter. Kom maar binnen. Kom jij even hier. Kijk, het hele. Het lijkt wel een klaslokaal. Ik ga een bril even afzetten hoor, want dat is ook wel lekker. Let us straight to it. If you wish to join the Galaxy Expedition Team, G-E-T, hè? The Get. Prove yourself capable by doing out into the Obsidian Fieldlands and catching 3 different species of Pokémon. Bidoof, Starly and Shinx.
Catching 3 Pokémon from the start? No one in the Galaxy team has ever managed that. Did this stranger not catch 3 different Pokémon only yesterday? Mevrouw Akari? Dus even je mond houden nou? My trial should be simple enough for him. If the professor wasn't a shattering things that is... overdrijven. The Galaxy team does not have the means to provide for those who only take without giving. Mooi gezegd. Maar dat is wel ironisch. Want ik heb daar een dat weten jullie allemaal wel. If you wish to stay, you must prove beyond any doubt that you will be an asset to our cause. Nou, gaan we nou over zo praten. I will lend you one of the survey corps satchels to carry whatever you may find in the field. We krijgen een rugzak. Nou ja. Ja, zo kan je het noemen. Het is een soort van rugzak, ja. That satchel doesn't exactly match your mode of dress. Akari, I expect you to step if anything goes awry. Oké, dus daar krijg je hulp van Activate Guide. Wat gaan we doen? Guide in now active. Nee, dat wil ik niet. Jammer. Press the I button while consulting the map on your art phone and you can press the task you have waiting. There are two types, missions and requests. Missions must be completed to progress in your adventure. Requests are optional and given by people you meet. Dus missies zijn belangrijk, requests niet. Pardon, Soren. Come with me a moment. Gaat dat dan nu gebeuren? Now then, a jolly good morning to everyone. Ik geef ook iedereen verschillende stemmen, namen. Niet opletten. Is something the matter, Professor Leventon? In order to complete our pokelets and, well, simply survive in this unforgiving land, Soren absolutely must pass this trial. And as professor of Pokémon, I've just got the ticket to help accomplish it. Kijk, dat dacht ik al. Ik opeens 3 Pokémon aanvliegen natuurlijk van achter. Nou, zeg daar eens nee tegen. Zeg daar ook eens nee tegen. Lukt je niet. Flish flash. Genoeg gezegd. Come on, Soren. Pick the Pokémon that strikes your fancy. With a partner of your own, you'll be able to fight off wild Pokémon outside the village. These little darlings are very dear to me, but it's plain to see they're rather curious about you. Well, my boy, which Pokémon would you like to keep as your very own? Weet u dan? Dat weet u dan? Rowlet. We gaan direct voor Rowlet. Do you want Rowlet as your first partner? No doubt. L, een van mijn favoriete diersoorten. Gras. Favoriete Pokémon type. And with that, one of the Pokémon you caught at Prelude Beach from which will now be yours to keep. Good show. I've tucked Rowlet back inside as Pokéball for you, so take it, it's yours. Søren, als je achteraf deze video aan het editen bent, vergeet niet hierboven Rowlet toe te voegen. Want dat doe je nog wel eens vaak, nu niet doen. A word of advice, my boy. Pay close attention to which Pokeballs are empty and which ones contain a Pokémon when you're out in the field. Okay. They look at their children on their friend Rowlet. Alles lief. Dat is tof. Or perhaps they're jealous that get that's to help you with your trial. Dat kan ook. That could be well. They did go dashing from the village when Soren fell out of the sky. After all. Well, not to worry, you two. I have you assist with me with my research for now. Gelukkig. Oshawott, Cyndaquil, niks persoonlijk, jullie zijn ook super tof. Maar dit is helemaal de keus. By the way, what species has Captain Silene charge you with catching? Well, that's smashing. All three of those species can be found in Obsidian Fieldlands. Let's give me some Pokeballs to use during your trial run. Krijgen we dan weer 50? Nee, toch? 20. We hebben voor mij totaal 70 ballen. Iets minder dan 70 ballen. These Pokeballs may be handcrafted, but they work as a threat. As you already seen. You have this trial cleared in no time. I guess you're finally ready. You have to leave the village for your trial, turn left after you exit headquarters, and then head for the gate. Moeten we even onthouden. Dat hoeft helemaal niet, want we kunnen gewoon... Dus als ik op X klik, dan kan je dus zien dat dit mijn Pokémon kan switchen met mijn lege ballen. Dat is dus wat hij bedoelde met dat eerder. Let op dat je dan je Pokémon niet vergist met je lege ballen. En dan zei ze, ga naar links. Oké.
Kan dit altijd uitzetten? Nee, oké. Ik dacht dat we dat misschien uit kunnen zetten, maar... Jammer dan. Ja, het liefst zou ik nu even met iedereen willen praten, jongens. Ik ben er eerlijk in. Maar dat doen we een andere keer wel, denk ik. Oh, what a curious get-up you have there. I can already tell you're quite a character. I'm Volo of the Kingo Guild, the go-to choice for any of your merchandise needs here in Yisui. Volo, I've heard talk about you. Fell from the sky, didn't you? Now that's certainly a tale I'd like to hear. Oh, and you have a Pokémon. You're certainly full of interesting surprises. Investigating the Otten novel is key to any good merchant success. So what do you say? How about you and I see how our Pokémon stand up to one another in battle? Sowieso. I'd like you better and better. What a delightful find. I've also heard about this trial you're to attempt. Let's have a quick battle to get your blood pumping before you head out. You head out. Though I hope you know you lose if your Pokémon HP reaches zero. Nah. Gelukkig hebben we ervaring, hè, want we hebben eerdere Pokémon-spellen gespeeld. Maar dit is onze eerste battle in Pokémon Legends Arceus. Togepi. Interessant. Ik dacht, we krijgen iets van een Cyndaquil of een Oshawott, maar nee. Togepi. Battle. Wat moeten we doen? Fight. Dust. Ik heb Dust. Kijk. 3 hit KO is dat. Tackle. Hoe kan ik in godsnaam zoveel HP hebben? Ik ben level 5. Dat is nieuw. Dat is nieuw. We hebben 78 HP. Nou. Ja, zo makkelijk is het niet. Of zo moeilijk is het niet. Sorry. Move items, use them well. And the world will open up to you. Oké, okay. Nieuw move. Wat is dat? Nou, daar zeggen ze er niet bij. It always good fun to have your Pokémon do battle, don't you think? And as they gain experience through battle, they'll learn more moves and grow even stronger. Pokémon sometimes leave move and level up. If you want to change the move your Pokémon can use in open battle, open your satchel, choose the Pokémon you want and select change move options. But so few people here have their own Pokémon, if only more knew how to use Pokéballs. At any rate, let me help you to battlers recover from their little exercise. Okay, battle gedaan, worden nu opgefrist, prima. And to you, my Skyfallen friend, I present some potions in thanks. Super, nou, ook mooi. A topical, nooit van gehoord. Meant to be applied to Pokémon. It can be used to restore 60 HP to a single Pokémon. You can use them on your Pokémon whenever they might be worn out from battle. I'll be hoping that you are successful on the trial of yours. More Galaxy team members means more customers for yours truly, after all. Oh, dat is zo'n typische verkoper, hè? Ongelooflijk. Dit gaat nooit om de persoon zelf, maar puur gewoon om te verkopen, om winst te maken. Oh, verschrikkelijk. That's really something. Not only can you catch Pokémon, you can lead them in battle. Now, to the Obsidian Viewlands. Kijk, zij is enthousiast. Daar hebben we zin in. When you're leaving Jubilee Village, make sure you choose a destination from your map and tell Wes, the guardsman, where you're going. That way someone can come to your aid if you're not out by a Pokémon. Dat is goed te weten. Een soort van save point. Your trial begins just a short way past that front gate. Nou, en dan gaan we meteen van slag, maar... Nou, meneer Res, waar gaan we heen? You're Soren, correct? I was informed you'd be passing through. Your trial will take place outside the safety of the village. Please take care and to come back alive. Ah ja. Even rijden hoor. Oh, dat is omhoog. Dit is zoomen. Oh, oké. Okay. Daar wil ik heen, ja. Moeten we daar nu heen dan? Ik dacht, we gaan echt gewoon naar buiten en dan mag je lopen. En het zoekt er maar uit. Maar we worden nu een soort van geteleporteerd. Dat vond ik niet tof. Dat vind ik niet tof. Maar oké, we gaan het zien. Hoe het verder uitpakt. This is our base camp. The last safe haven before you reach the routes. For your trial you must catch 3 species of Pokémon. Bidoof, Starly and Shinx. Are you ready to get started?
Professor, is something wrong? Ah, well, you see, Captain Silane got hold of me after you left. She impressed upon me that I bear full responsibility for whatever happens to our southern guest. That's our unsparing captain. But what help exactly can you offer out here, Professor? To be honest, my dear girl, I don't intend to lift a finger. Soren's talents are a real deal. He'll pass with fine colors, you see. Ja, dat was mooi gezegd altijd, maar laat maar zien. Ah, so the responsibility from him still lies in fact with me then. Well, I'm sure Soren will be fine. Let's begin the trial. Okay, dus Leventon is hier voor de morele support. Die zegt de mooie woorden. Akari is hier echt om ons te helpen. En we zijn nu hier aangekomen bij een rest. Item storage. Bij een kamp. Om om toch een soort van veilig safety te hebben. Nou, we gaan het zien. We gaan het zien. Maar ik had nog even die map even beter moeten bekijken, denk ik. En ik had verwacht dat je echt naar hier naartoe moest lopen en niet een soort van teleporteren. This is Aspiration Hill. The species of Pokémon you're meant to catch all live here. Ik sta er echt met open mond te kijken, zie je dat? En dat is ook echt precies wat dit zou doen. Kijk eens hoe mooi. Ja, dit is tof. Obsidian Fieldlands. Ook van die lekkere geheim, of ja, van die verdachte gekke namen. En te lang kwam Bidoof. Time to get, hupplepup, dat kon ik niet lezen. Maar daar is een Bidoof dus. Bidoof. Gaan we daarmee vechten? The key is to aim carefully. Now that you've seen, do need my advice. Not that you've seen, do need my advice. I'm just sharing what I know. Hold down the ZL button to focus on a wild Pokémon and keep in your sights as long as it's nearby. This technique comes very useful in aiming Pokéballs at a target or when dodging Pokémon's attack. Okay. Bidoof has a mellow disposition. That means it tends not to run from people, so it will be easy. Ja, het is inderdaad zo'n stom beest. Maar goed. Oké, daar is dus de Bidoof. Hier komen we net vandaan, dat is ook nog niet interessant. Kijk, ik dacht echt dat je hier naartoe moest lopen, weet je wel. Dat is dus de focus. Oh, wacht. Kijk, hij komt naar me toe. Ik denk, hup, meteen gooien dat ding. Kijk, gevangen. Dat is één. You gotta be doof. What dan? Time to find your next Pokémon. Dat is makkelijk. Ik zat te kijken of ik al zag wat bewegen, maar dat nog niet. Kunnen we ook iets van... Oké, nu moeten we waarschijnlijk gaan vechten. Daar is een Starly, zie je. Ik zie daar een Starly. Nu niet meer. Hij is nu weg. Oh, daar is hij weer. Kijk. Oh, wat een schatje. Daar is een Starly. There's still these little things that run if startled. Hij heeft ons nog niet in de gaten, zullen zien. Of zij. But you should be able to get close to them if you crouch. You'll be harder to spot. Press the B button, okay, to crouch and make it harder for wild Pokémon to notice you. Press the same button again to rise. If you creep into the grass or crouch below, you'll be even harder for Pokémon to detect. Waar gaat zij nou in? Gaat ze op die Starly afrennen, zag je dat? Oké, je hoeft alleen maar één keer in te drukken, dat is mooi. Moest ik het weer gooien? Zo dus. Oh nee, hij is niet blij. Hij is niet... Oh! Ik had dus mijn... Dat dacht ik al. I think you were tasked with catching Starly, not battling it. Ja, dat klopt. Ik zat dus... Nou, dat is precies wat professor Rowan zei, hè. Dat is precies wat professor Rowan zei. Pas op dat je dus niet je Pokémon gooit in plaats van je bal. Is dit wel gebeurd? Oh nee. Kijk, dat is beter. Hadden we eerder... Jammer zeg. Dat ging niet goed. Dat is balen. Maakt niet uit. Klein dingetje, maar dat had beter gekund. Ik zag hem nog steeds. Ik zei het nog tegen jullie. Hè, van, waarschijnlijk moeten we gaan battelen. Dus, maar hoe moet ik oppassen? Ja, ik dacht, nou weet je, het zal wel. Maar dat is gewoon expres gedaan aan de Pokémon. Expres gedaan aan de Pokémon om jou in verwarring te brengen. That's Starly caught as well. Only one more Pokémon to go. Het klinkt echt alsof het een hele bijzondere... Dit gaan we even plukken. Kijk. Dat heb je niet gezien, Akari. Dat moet je nog even erbij zeggen. Is dit ook wat? Oh.
Are you sure you know where you're going? Nee, maar ik zie iedereen staan. Dus ja, dan moet ik even oppassen of wil ik oppakken. Ik wil haar nog niet. Ik wil eerst even die berries pakken als dat kan. I forgot. There's something out to teach you, since you're still new to this. Ja, toch die berries zeker wedden. Here's the proper way to throw your partner's pokeball. As Captain Silane tells us. Have an item and ready, but want to send out a Pokemon. Press X. Have a Pokemon at the ready, but want to throw out an item, press X. The captain's real expert on these things. Ja, dat wisten we net. But try throwing your Pokemon's ball at rocks or trees like this one to have it investigate. If your Pokemon finds any berry or other items, it will bring them to you. Now it's time for your partners to shine. We've reached out the final hurdle, catching Shinx. Mooi. Kijk, ik wou net zeggen, ik wist dat het op de ene manier. Ik was even kijk, experience, super. Items, experience. Ja, ik kom eraan. Nou, zo dan maar. Maar als je dus je Pokémon tegen een boom aan gooit, kunnen ze dus die items pakken. En dat zal ook nog met andere stenen zijn, hè, met stenen bijvoorbeeld. Ter, dat chins. Oeh, kijk hoor. Wat een schatje. Ook weer een schatje. Shinx has an aggressive disposition. Could you already tell that? Nee, totaal niet. Ik vind hem schattig. Not at all. Blijf je boos. Not to worry. These things become clear once you focus on the Pokémon around you. Ja, dat zal best. Once aggressive Pokémon get irrit, they knock aside any ball you throw at them. Okay. When you use the ZL button to focus on the Pokémon, you can see how easy it may be to catch. Okay, goed om te weten. The more arrows you see pointing up above the Pokémon, the easier it will be to catch. An edge icon will appear above Pokémon if it has picked a fight with you. Be warned, Pokémon displaying this icon cannot be caught unless you engage them in battle. Dit zal dus waarschijnlijk de Pokémon zijn waar we even moeten battelen om een zwart te maken dan te vangen. Don't worry though, I'll teach you the trick to catching aggressive Pokémon. You've got to battle them. Once they absorb the battling, you can throw a Pokéball at them to try to catch them. By now, you've got several Pokémon of your own, don't you? Take one of their Pokéballs and throw it near a wild Pokémon you want to battle. I've got no doubt you will hold your own in battle. Wat me wel afvraagt, kan je de Pokémon ook feinten voordat je hem kan vangen? Want normaal gesproken, als je hem feint, is die Pokémon weg. Hè? Dan vlie je of dan run je. Voor mij is dat niet zo. It's easy to start a battle against a wild Pokémon. Simply throw a Pokéball that contains one of your own Pokémon at it. If you can see that you currently have an item ready in to throw, not a Pokémon, press the edge button. It will allow the total opportunity per item. Dat hebben we dus net allemaal gezien. Met iets moet je dan tussen Pokémon wisselen en items kijken. Oh, hoe kan hij me nou al zien? Dat was wel een mooie bal. Maar ik wilde eigenlijk nog even kijken naar Gust in plaats of mijn nieuwe aanval in plaats van Gust. Oh, nou, kijk eens aan. Level 2. Dat is best laag. Maar ik ga wel voor Leafage, dat is neutraal. Oh, kijk eens aan. Kan dit nu een dinges doen dan? Een Pokéball gooien of niet? Kan wel. Oké, dan ga ik nog één keer proberen voor. Oh, nee. Ik ga nog één keer proberen voor te vechten. Met de Gust. Ik ben nog helemaal niet aangevallen trouwens, dus. Shinx is dus rond aan de tijger. Ik vind het prima. Ik ga nu een Pokéball gooien. Kan dat? Want ik vraag me af of je nou moet verslaan. He, echt moet. Oké, niet dus. Prima. Nou, Shinx ook battle. Ook neer. Easy. Ja, inderdaad. Dat is een gezicht wat ik wilde zien. Want nu toe was het allemaal van, oh, 3 Pokémon. Ik heb er 2 gevangen binnen no time. Daar zegt ze niets van. En nu pas ziet ze van, oh, het is toch wel goed wat hij doet. Your poster's Pokémon without a hint of fear. And caught each one. You are like a gift the sky dropped to us. Nou, leuk om te horen. Dat is dan leuk om te horen. Dat wil je toch horen? In je leven. Niet alleen Pokémon, maar ook in je leven. With you at your side, at our side, I think the Survey Corps has a real chance of complying a complete Pokédex as we've been ordered. This is wonderful. I'm still curious why on earth you came falling from the sky like you did, but for now, let's tell the professor we're ready to head back. Mooi, dankjewel. Gewoon doen, niks zeggen. Geen woorden, maar daden. Dat lijkt wel een Xbox, zie je dat? Die craft machine, dat lijkt wel een Xbox. Xbox teken. Oh ho,
I said you passed the trial with flying colors, and it seems you went and just did that. Congratulations, Soren. You've taken your first step towards seeking out every Pokémon. This calls for a commemorative photograph. Doe mijn ogen dicht. Geweldig, Soren. With skills like yours, I suppose it was a foregone conclusion. Now then, we'd best report to Captain Silane to head back to Jubilee Village, eh? Ja. Waarom moest ik eigenlijk tegen die Res of die Ros vertellen dat we weggingen? Iedereen is meegegaan. Ik ga er maar eentje weg, dan zeg ik van oké, kom even halen als ik over 5 jaar nog niet terug ben. Maar nu is iedereen toch mee. En hebben we nu wel geïnformeerd? In time, you'll be able to send Pokémon you've caught to the village in the village pastures. You can bring up to 6 Pokémon with you into the fields in theory. Though we've never had anyone skilled enough to do so. Interessant, dat ze dat allemaal weten zonder dat eigenlijk nooit iemand heeft gedaan. Come now, you two, let not dilly-dally. Captain Silane wants to report at your headquarters. I'll be Captain Silane with very... I bet Captain Silane will be very pleased. Silane. Silane. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Ik weet het gewoon niet. Maar Celine, dat wil ik niet doen. Silen. Klinkt een beetje Cyprus. Van generatie Sinnoh. Laat het zo zeggen. Sinnoh, generatie 4, Diamond and Pearl. Dat is een beetje hetzelfde. Nou, wat hebben we hier allemaal? Akari, zeg het eens. I bet Captain... Ja, oké, dat wist het wel. Nou, laatste dingetje dan voordat we stoppen met deze aflevering. It seems we won't have to leave you to die, after all. Nou, kan het wat positiever dan dat? Oh, ze kijkt op. Ja, het kan positiever. Congratulations. You've passed your trial. You can hold on to that satchel. I must admit, you impressed me. I set a high hurdle to judge whether a stranger like yourself could be worthy, but you cleared it. This is yours, the official uniform of the survey corps. Kijk, eindelijk hebben we kleding. Het liefst had ik dat meteen gehad in plaats van een huis, maar... You received the Survey Corps uniform and a pair of Survey Corps sandals. Sandals. Ze krijgen maar sandalen. That changed in the room you used last night, then you reported at once to the third floor. Present yourself in uniform to our commander. This is your first official order from your captain. Oké, dus we hebben een captain, een commander. Leader? Weet ik niet wat daarna is. Akari. When you're ready to get into uniform, make sure you use the mirror in your quarters. Oké, super. Dan dat we dan daarna daar naartoe moeten. De trap omhoog. Dus we gaan even omkleden. Als er niet nog wat gebeurt. Kijk. Dit is dus ons huis, jongens. We hebben een schuurtje erbij. En wat hout. Leuk, man. Echt super. Echt, ik vind het echt tof. Ik vind het echt tof huisje. Echt waar. Echt hartstikke gaaf. Omkleden. Dat was het. Oh ja, hier zo. Change. Oh, dat was hem. Change outfit. Do you want to change your outfit? Yes. Ja. Oké, nu. Oh, wacht, hier. Uniform. Oh, dat is wel tof. Sandals. Oeh. Oh. Hazel, grey, green, black. Nee, hebben we niet. Pink, purple, brown. Poppy. Nee, dat doen we niet. Dat ziet er en uit. Ik heb bruine ogen, dus ik doe het bruin. Finish changing. Yes. Ik heb bruine ogen, ook bruin haar, zou je misschien niet zeggen. Ja, dat kan je nu wel zien, denk ik. Lijkt wel op zwart, ik ben heel donker. You change into your survey corps uniform. Nou, mooi. Wel voor 7 mensen, alsjeblieft. Alsjeblieft. Is dit... Oh, dit is autosave volgens mij. Volgens mij hebben we al opgeslagen. Oh nee. Look how well our Survey Corps uniform suits you. It's almost as if the captain had tailored just for you. Ja, het ziet er tof uit. Het ziet er tof uit, jongens. Laten we wel eerlijk wezen. I see you've changed. Regarding your accommodations, you may continue to use the room you slept in last night. Dat is gaaf. You may wear this as well. Een pet. Ik denk dat ik liever zonder had gedaan, maar goed. Het moet, hè. Het is Pokémon. Daar moet je een petje op. Now, present yourself to the commander.
Mag als je, dankjewel. Want hier gaan we even opslaan. Plus was dat? Nee. Iets was dat? Nee. Pijltje omhoog? Nee. R? Ook niet. I? Ook niet. Nee, pijltje omhoog hadden we al gedaan. Wat is ook alweer het menu? Minnetje? Nee. Ik dacht een plusje. A few moments later. Ackerman, de zoomen in on the third floor of the headquarters. Ik ga hiervan afsluiten. Half uurtje, ik vind het prima geweest. Mijn oom komt zo meteen om te klussen. Help met klussen, dus ik moet echt even stoppen. Maar ja, dit was de aflevering vandaag. Nou, eigenlijk kan ik maar één vraag stellen. Welke starter heb jij gekozen? En waarom? Eet Rowlet. Reden heb ik net al gezegd. Maar voornamelijk omdat het spel nog niet meer liggen. Het thema van het spel een beetje groen is. En dan kies ik altijd voor de groene Pokémon. Bij Brilliant Diamond heb ik gekozen voor blauw. Piplup. Nou, zo doe ik dat. Staat nergens op. Maar goed, dat is mijn reden eigenlijk geweest. Dus ik was heel blij dat ik Rowlet kon kiezen. Want het is ook mijn favoriet van die drie. Dus ik ben blij mee. Nou, jullie hartstikke dank voor het kijken. Jullie support wordt super gewaardeerd zoals altijd. Hartstikke dank daarvoor. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video.